Na zijn middelbare school meldt Maurits zich aan bij het keiharde Korps Mariniers. Maar hij moet halverwege de opleiding staken vanwege een rugblessure. Tijdens een van zijn reizen in die tijd moet hij bij het passeren van de Evenaar als jongste bemanningslid de bijbehorende rituelen ondergaan. Maurits maakt zijn diensttijd uiteindelijk af bij de Koninklijke Marine, waar hij vervolgens als luitenant ter zee derde klasse afzwaait. Op de Universiteit van Groningen gaat Maurits vervolgens samen met zijn broer economie studeren. Zijn broer is tegelijkertijd met hem begonnen, terwijl Maurits een jaar ouder is. Dus dat geeft al aan dat Maurits wat langzamer was dan Bernard Junior. En Maurits' studententijd wordt ook een beetje gekenmerkt door een aantal schandaaltjes rond zijn persoon. Hij raakte veelvuldig betrokken bij vechtpartijen. Hij heeft een keer zijn oog moeten laten hechten. Hij is een keer over de kop geslagen met de auto. Kortom, hij heeft er een wilde studententijd op nagehouden. En ook tijdens zijn studententijd weet de charmante prins de nodige damesharten sneller te laten kloppen. Het eerste vriendinnetje was Frederik Hofstede. Dat was een leuk meisje dat bij Jolande Adriaanse in het huis woonde. Jolande was toen het vriendinnetje van Willem-Alexander. En via via leerde hij haar kennen. En Frederik was een meisje dat bij een 06-lijn werkte. En toen dat uitkwam is die relatie echt direct verbroken. Want dat ging toch een beetje te ver. Een prins die met een meisje die bij zo'n hijglijn werkt, dat kon niet. Vervolgens knoopt de sportieve Maurits een relatie aan met Elisabeth Fabius. Maar zij kiest uiteindelijk voor een Italiaanse prins. Het is in dit café dat Maurits zijn ware liefde zal ontmoeten. Maurits en zijn broer Bernard werken tijdens hun studie beide in Café Soestdijk. Het themacafé, waar alles in het teken van het Koninklijk Huis staat, werft zijn personeel bij de verschillende studentenverenigingen die Groningen rijk is. En men is natuurlijk maar wat blij als daar twee echte prinsen bij zitten. Maurits is populair bij de rest van het personeel, waar ook ministersdochter Marilène van den Broek deel van uitmaakt. Het duurt echter even voor de vonk overspringt. Nou, ik kan niet exact de datum noemen wanneer dat precies is geweest. Maar wat ik wel weet is dat op een gegeven moment hun beide relatie op de klippen liep. En na verloop van tijd de Maurits iets meer aan de bar gesignaleerd werd op het moment dat Marilène aan het werk was. En op dat moment ontstond er toch wel een beetje een band. En begon er toch wel af en toe iets op te vallen. Marilène wordt in 1970 geboren als tweede dochter van José van den Broek en Hans van den Broek. Hij was lange tijd minister van Buitenlandse Zaken en later eurocommissaris in Brussel. Marilène groeit op in Velp, niet ver van Apeldoorn. En wanneer haar vader carrière begint te maken in Den Haag, verhuist het gezin naar Wassenaar. Hans van den Broek is natuurlijk jarenlang minister van Buitenlandse Zaken geweest. En juist in die jaren groeide Marilène op. Dus ze maakte van nabij mee hoe het was om met belangrijke mensen om te gaan. En ze zag wat haar ouders deden. Dus ze heeft zeg maar op natuurlijke wijze een stukje protocol, zou je het kunnen noemen, meegekregen. In Wassenaar bezoekt Marilène het Rijnlands Lyceum. Ze had enige achterstand voor het vak. Meteen eigenlijk de eerste les was aan haar te merken dat ze heel intelligent was. En dat ze ook een heel ijverig meisje was. Dus ik dacht, nou mooi, dat is zo opgelost. Ik herinner me dat haar moeder zich daar nog wat zorgen over maakte. Maar ik weet niet, het was eigenlijk heel duidelijk dat dat een kind was dat razendsnel zou inlopen. Na haar middelbare school gaat ze bedrijfskunde studeren in Leuven en Groningen, waar ze dus uiteindelijk haar prins ontmoet. De relatie tussen Maurits en Marilène blijft lange tijd een goed bewaard geheim in en rond Café Soestdijk. Pas wanneer ze beiden in Amsterdam zijn gewonen, krijgt de roddelpers er lucht van. Weekendfotograaf Edwin Smulders maakt de eerste foto. Het was op een zondag reed ik door Amsterdam op de Stadhouderskade. Rijdt daar zo'n BMW Z3, zo'n cabriolet, een rode. En die was eigenlijk net op de markt. Dus ik kijk en ik zie dat de Prins Maurits daarin zit. Ik denk, hé, er zat een meisje naast. Dus ik rijd erachteraan. Hij gaat naar een winkel op de Stadhouderskade. Parkeert zijn auto. Dus ik parkeer mijn auto. Ik ga aan de overkant staan wachten. Ze komen naar buiten, ze omarmen elkaar. En ik maak twee foto's. En hij ziet het vanaf 50, 60 meter, ziet hij me meteen staan. Dus hij stuurt Marilène meteen weg. En hij komt recht naar mij toe. En hij vraagt ze van, hoe is je dat? Heb je hem achtervolgd of zo? Ik zal het eerlijk vertellen. Ik zag die wagen. Hij zei, ja, leuk autootje. Hij zei, ja, die heb ik een weekend. Hij rijdt zelf BMW. Heb ik die van de dealer mee. En het rijdt leuk. En hij zei maar, ik zal dadelijk de kap dicht doen. Dan kun je nog een leuke serie maken. En hij wist natuurlijk niet of ik al foto's had gemaakt met Marilène.
En toen inderdaad hij deze kap dicht. En dat was gewoon een leuke serie. Maar de belangrijkste foto was natuurlijk met Marilène. Toch duurt het nog tot november 1997 voor de verloving bekend wordt gemaakt. Onmiddellijk is duidelijk dat de pers dol is op de fotogenieke Maurits en Marilène. Ze vormen het ideale plaatje. Marilène is vanaf de dag dat ze zeg maar officieel werd voorgesteld als de verloofde van prins Maurits heel professioneel met de pers opgegaan. Vriendelijk, misschien een tikkeltje afstandelijk, maar over het algemeen heel behulpzaam en aardig. En ik heb regelmatig reportages met leden van het Koninklijk Huis, maar er is bijna niemand die zo toegankelijk is als prinses Marilène of prins Maurits. Het is een vrolijke meid, toch wel de droom van een meisje uit het volk. Hij is ook de vijfde in lijn van troonopvolging, dus dat kan makkelijk, zou je zeggen. En ze komt leuk over. Ze is een vrolijke mens. Hij is een knappe gozer. Dus ja, ze hebben ontzettend in de tijd van media-aandacht moet je het erg van je uiterlijk hebben. En dat hebben ze allebei mee. Direct na de verloving is duidelijk dat ook het Nederlandse volk Marilène in het hart gesloten heeft. En ook niet onbelangrijk, ze ligt goed in de koninklijke familie en dus bij koningin Beatrix. Ze mag meteen al mee met de eerstvolgende koninginnedag na de verloving. En ook de bladen springen bovenop Marilène. Aan haar wordt zelfs een hele modetrend toegeschreven. En ze wordt vergeleken met prinses Diana. De Marilène look kreeg je vlak nadat zij waren verloofd. Die werd geïmiteerd. Dan zag je een wikkelrok of een paardrijbroek, soms strak. En dan een strak gesneden colbertje met een vestje eronder en een blouse. En daaroverheen weer een sjaal. En dan helemaal goed geknoopt met goede brosjes en een soort chic. Omdat Maurits vijfde is in de lijn van troonopvolging, moet hij toestemming vragen aan het parlement voor zijn huwelijk. Doet hij dat niet, dan geeft hij de rechten op de troon op. In een gezamenlijke vergadering van de Eerste en Tweede Kamer wordt over het wetsontwerp gestemd. Het feit dat de Kamer zich daarmee moet bemoeien, daar heb ik me ook in de Kamer al een keer over uitgesproken, dat ik dat eigenlijk een volslagen ongepaste manier vind van interveneren in het persoonlijk leven van een ander mens. Prins Maurits zit wel in de lijn van de troonopvolging. Dus voor hem geldt ministeriële verantwoordelijkheid, dat vloeit daaruit voort. Voor troonopvolgers geldt ministeriële verantwoordelijkheid. Dan is het niet zo gek dat het parlement er dus even, om het huiselijk te zeggen, aan te pas komt. Hoe gaat dat dan als een wetsontwerp bij de Staten-Generaal wordt ingediend? Dan wordt er een gemengde commissie van de Tweede en de Eerste Kamer gevormd, die even heel serieus naar dat wetsontwerp kijkt. Die niet zozeer kijkt of het een leuk meisje is, zou ik zeggen. Maar die kijkt van wat zijn de achtergronden. Kan de monarchie niet in opspraak raken? Want dat moet natuurlijk voorkomen worden. Dat is vooral de invalshoek van waaruit het parlement er naar kijkt. Niet alle politieke partijen blijken voor het huwelijk te zijn. Die keer dat we dat in de Kamer gehad hebben over die interventie in het persoonlijk leven, dat is geweest in het debat waar het ging over Marilène en Maurits. En bij die gelegenheid hebben ook de christelijke partijen, in ieder geval het SGP, in de Kamer laten weten dat ze zo jammer vonden dat Marilène katholiek was en niet protestant. Op 30 mei 1998 vindt de inzegening van het huwelijk plaats in de Grote Kerk in Apeldoorn. Bijzonder omdat prinses Juliana bij deze gelegenheid voor het laatst in het openbaar verschijnt. Al zou juist haar optreden later de nodige beroering veroorzaken. Dat is iets waar de Oranjes inmiddels aan gewend zijn als het om huwelijken gaat. Prinses Christina was in 1975 de laatste Oranje die trouwde. Ze vraagt geen toestemming voor haar huwelijk met de katholieke George Guillermo en geeft daardoor haar rechten op de troon op. In 1967 is het prinses Margriet die het waagt om met een gewone burgerjongen, meester Pieter van Vollenhoven, aan te komen. En een jaar eerder trouwt Beatrix, 20 jaar na de oorlog, met een Duitser. Daardoor kreeg ze de kritiek van een flink deel van het Nederlandse volk over zich heen. En in 1964 maakt prinses Irene het helemaal bond. Door eerst katholiek te worden en later te trouwen met een zeer omstreden Spaanse troonpretendent. En ook bij Maurits en Marilène is het weer een geloofskwestie die roet in het eten zal gooien. Wij gaan nu over tot de bevestiging en inzegening van jullie huwelijk. Twee voorgangers vertalen jullie verleden. Twee kerken staan achter jullie gelovige beslissing en dus toekomst. De katholieke Marilène en de protestante Maurits worden in een ecumenische dienst getrouwd door een priester en een dominee. Ja,
En wat gebeurde daar? Het was in een protestante kerk. En er ging een katholieke voorganger ging daarvoor. En in zijn uitnodiging, om de mensen uit te nodigen om de communie te gaan, had hij een vrij open uitnodiging, zodat ook protestanten daaraan deel konden nemen. Nou, en dat ligt bij de officiële kerken ligt dat zeer gevoelig, dus vandaar de commotie. Van tevoren was gezegd van, nou ja, als de bruidegom, hè, Maurits, als die dan wel ter communie gaat, zoals dat dan officieel heet, nou ja, dan knijpen we een oogje toe. Maar als ook Juliana en nog andere leden van het Koninklijk Huis dat doen, dan wordt het toch wel een beetje een probleem. En dat hebben ze gedaan. Want Margriet is geweest, prinses Margriet en koningin of prinses Juliana. En ik meen nog iemand. Dus er waren er meer vanuit de protestantse hoek die ter communie gingen. En voor het oog van de camera leverde dat dus een hoop gedoe op. De koninklijke familie en de Rijksvoorlichtingsdienst hebben de commotie rondom het ter communie gaan van Margriet en Juliana blijkbaar zeer hoog opgenomen. De RVD weigert namelijk toestemming te geven voor uitzending van de betreffende beelden. Dat is denk ik omdat ze die discussie, ja, ze willen zelf daar geen rol in spelen. Ze vinden, het is een zaak van de kerken en het Koningshuis moet daar geen rol in spelen. En ze vinden het dus vervelend dat iedere keer naar aanleiding van deze gebeurtenis die discussie weer wordt opgerakeld. Ik weet het niet. Ik kan daar de wegen van de RVD niet altijd volgen. Vind ik soms nog ongrondelijker dan Gods wegen. Maar ja, het is natuurlijk gewoon op zich obvious dat ze gewoon geen zin hebben in weergedoe. Dat zal het zijn, maar ik begrijp het niet zo goed. Want het was verder toch een prachtige gebeurtenis. Maurits, beloof je Marie-Lijn, je vrouw, lief te hebben. Haar te eren en bij te staan en haar trouw te blijven in goede en in kwade dagen, in rijkdom en armoede, in ziekte en gezondheid, alle seizoenen van het leven, tot de dood je scheidt. Ja, dat beloof ik. Marie-Lijn, beloof je Maurits je man lief te hebben, hem te eren en bij te staan en hem trouw te blijven in goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede, in ziekte en gezondheid, alle seizoenen van het leven, tot de dood je scheidt. Ja, dat beloof ik. Door velen wordt het huwelijk tussen Maurits en Marie-Lijn gezien als een soort van generale repetitie voor het huwelijk van kroonprins Willem-Alexander. Mocht hij willen trouwen met Maxima Tsolokjeta, dan zal hij exact dezelfde problemen tegenkomen, want ook Maxima is van katholieke huizen. Ik ben ervan overtuigd dat ze hiervan geleerd hebben, ja. En het zal mij ook hooglijk verbazen als er bij het huwelijk van Willem-Alexander een dienst van de tafel is. Ik denk dat het dan gaat zoals de beide kerken het liefste hebben. Dat is een dienst van woord en gebed zonder eucharistie of avondmaal. Maar ik denk dat er ook veel meer gedoe van tevoren nog zal zijn. Dat, er zijn natuurlijk nu al politieke partijen geweest die hebben gezegd van, nou, dat kan niet. Het kan niet zo zijn dat een katholiek meisje introuwt in het protestantse Oranjehuis. Nou, dat zal bij Alexander nog tienvoudig versterkt klinken, denk ik. En ja, uiteindelijk zal dat het niet winnen, dat pleit, verwacht ik. Maar kerkelijk zal het keurig zijn. Spetteloos. Na haar huwelijk met Maurits mag Marie-Lijn zich dan wel prinses noemen, maar officieel heeft ze die titel niet gekregen. Om de koninklijke familie niet al te groot te laten worden, zullen ook de eventuele kinderen van de twee geen adellijke of koninklijke titel krijgen. Bovendien zullen ze niet de achternaam van Oranje-Nassau dragen. Nu is besloten, dat is vastgelegd, dat als zij kinderen krijgen, laten we zeggen, dat krijgen een dochter, die noemen ze Beatrix, dan heet die Beatrix van Lippe-Biesterveld van Vollenhoven. Dat is vastgelegd. Dat is een nieuwe naam, want men heeft bedacht bij het Koninklijk Huis van, ja, we moeten de naam van prins Bernhard, die heeft er ook een bijdrage geleverd aan deze familie, moeten toch vasthouden, dus die naam van Lippe-Biesterveld, maar we kunnen meester Pieter ook niet helemaal veronachtzamen, dus dat plakken we eraan. Dus de achternaam wordt geen adellijke titel verder, wordt dus van Lippe-Biesterveld van Vollenhoven. Dat is een nieuwe Nederlandse naam. Inmiddels is Marie-Lijn helemaal opgenomen in haar schoonfamilie. Ze is al een paar keer meegeweest naar het Oostenrijkse Leogang, waar de van Vollenhoven zijn eigen chalet hebben om jaarlijks de wintersportvakanties door te brengen.
En ook draait ze volop mee in het Oranje Circus van Koninginnedag. Het enige evenement ook waarbij prins Maurits zich van zijn officiële kant laat zien. Het is een feest waar Maurits en zijn broers en neven niet altijd dol op zijn geweest. Wat lange tijd gespeeld heeft is natuurlijk dat de prinsen al lang volwassen waren, maar nog steeds de prinsjes werden genoemd. He, ze waren inmiddels jongens van 22, 23 jaar. En dan stonden daar lieve oude dames langs de weg en die zeiden: oh god, kijk daar, die prinsjes. Nou, en dan werd er vervolgens verwacht dat ze meededen aan koekhappen, zaklopen. Dat is het laatste waar je als 23-jarige zin in hebt. Inmiddels hebben Maurits en Marilène ook hun eerste officiële gezamenlijke bezoek achter de rug aan het eiland Mauritius. Straks bijzondere beelden van dat bezoek. En waarom houden ze ook na hun huwelijk nog ieder hun eigen huis aan? Hak heeft iets nieuws. Vliegende schotels. Ja. Nee, meneer De Haan, groenteschotels. Dat zijn gemengde groentes in een lekkere saus die je kunt gebruiken als basis voor bijvoorbeeld chili con carne. En heren, smaakt het? Het smaakt. Dus u begrijpt, u moet een groenteschotel van Hak hebben. Triominos, de veelzijdige, driezijdige domino. Triominos is een spel van inzicht en tactiek voor de hele familie. Naast Triominos Deluxe is er nu ook de speciale jubileumuitvoering. My fingers, you'll all be eating a very juicy pear. A lemon. And now, you are drinking a nice cold glass of beer. This time, when I snap my fingers, you will all wake up. When I snap my fingers, you will wake up. Wake up! Wake up. GSM voor de toekomst. Er is nu nieuwe Glorix keukenreiniger. Een hygiënische reiniger zonder bleek die grondig reinigt en ontvet. Maakt oppervlakken veilig schoon. Glorix, de zekerheid van een hygiënisch schone keuken. Ga zo snel als het licht naar Praxis voor waanzinnige stuntaanbiedingen. Van tegels tot... Hallo, geen inbouwset. Nu 39 gulden. Het is stapelgekke stuntvierdaagse. Train your brain for better sex. Ontdek de CD Advisors Kama Sutra Experience. Ervaar het zelf en verrijk je seksbeleving. Train your brain for better sex. Met Advisors Kama Sutra Experience. Manuela Kemp presenteert De Vrienden van Amstel Live. Vrijdag om 10 uur. Een kijkje in het Scheveningse Koerhaus. Voor dit sterrenhotel is geen zee te hoog om de gasten te verwennen. Moet je dadelijk weer ophalen als de... Ja, maar ik weet natuurlijk helemaal niks over muziek en zulke soort dingen. Ik heb zoiets, ik begin er niet aan. Of zijn er toch grenzen voor de medewerkers van het Koerhaus? Henk, dat is jouw hobby, niet mij. Ga maar een beetje rustig liggen, hoor. Poeh. Ah. Heb jij geen bloed? Jij ook niet? Ben ik de enige met bloed? Ja, even wennen nog, hè. Ik vind dit ook niks, hoor. Oh jee. Is dit wel een hotel? Dames en heren, het bruidspaar. Maak het mee, vrijdag om 9:30. Thank you.
Maurits en Marilène proberen na hun huwelijk een zo gewoon mogelijk leven in de luwte te leiden. Ook de pers zit niet meer zo bovenop ze. Al moet Marilène keer op keer blijven ontkennen dat ze zwanger is. De twee moeten ook gewoon in hun eigen onderhoud voorzien. Maurits heeft een managementfunctie op de luchthaven Schiphol. De RVD laat niet weten wat hij daar precies doet, maar hij schijnt met het parkeerbeleid belast te zijn. Een collega zegt dan, Maurits gaat over de parkeerbonnen. Maar ik denk wel dat Maurits op den duur, als hij bij Schiphol blijft werken, daar een hoge functie zal krijgen. Omdat het voor een bedrijf natuurlijk ook niet slecht is om iemand te hebben die uit de koninklijke familie komt. Het staat op een visitekaartje ook mooi als er staat His Highness Prince Maurits of the Netherlands. En Marilène werkt bij Ahold in Zaandam. Daarvoor heeft ze lange tijd gewerkt bij Gal & Gal. Maar een slijterij, dat klinkt toch wat minder dan een grote supermarktketen. Dus ze werkt nu op het hoofdkantoor in Zaandam bij Ahold. En daar gaat ze over de magnetron maaltijden. Twee hele gewone, doorsnee mensen dus, die ook niet in een chic landhuis of paleis wonen, maar op een etage in Amsterdam-Zuid. Het enige opvallende is dat beide, ook na een huwelijk, hun eigen huis hebben aangehouden. Ik denk niet dat ze het leuk vinden dat ik dit vertel, maar Maurits en Marilène hebben op dit moment nog twee huizen. En officieel moet je volgens de wet, als je getrouwd bent, moet je samenwonen. Die plicht vervalt binnenkort overigens, maar op dit moment geldt die nog. Maar Maurits en Marilène houden allebei hun eigen huis aan. In dezelfde blokhuizen aan die Amsterdamse Laan in de Rivierenbuurt. Voor zover ik weet slapen ze wel samen. Maar je ziet Marilène heel vaak uit haar eigen huis komen. Dus ofwel ze hebben allebei nog een werkkamer aangehouden, of ze vinden het lekker om af en toe een middagje even alleen te zijn of een avondje alleen te zijn. In ieder geval, voor de buurtbewoners is het heel bijzonder om te zien dat Marilène af en toe vanuit het ene huis vertrekt en Maurits uit het andere huis komt. Af en toe stappen Maurits en Marilène even uit dat leven van gewone man en vrouw en zijn ze helemaal de prins en de prinses. Vorig jaar bijvoorbeeld bij hun eerste en tot nu toe enige officiële verplichting. Een bezoek aan het eiland Mauritius dat 400 jaar bestond. De rol van surrogaatkoning en koningin ging ze opvallend makkelijk af. The week before we married. Tijdens het bezoek liet Maurits zien over de charme van zijn moeder en het redenaarstalent van zijn vader te beschikken. My wife and I consider it a great honor and pleasure to be able to spend these few days here commemorating the fact that it is 400 years ago the Dutch seafarers first set foot on this particular spot and named it Mauritius. Ook de roddelpers reisde mee naar Mauritius. We hebben in Mauritius een wereldtijd gehad. Maar niet de foto's die we moesten hebben. Want ja, handjes schudden, ministers die daar naartoe rijden, die daar naartoe bezoeken, die allemaal officieel. Een tropisch eiland. Ik wil foto's op een tropisch eiland. Met een cocktail, wandelt langs het strand en hele. Dus op een gegeven moment, die van een rijksvolk, die zei, luister, is hartstikke leuk. Prachtige foto's, geweldig, allemaal leuk geweest. Maar we willen nu foto's op Marilène en prins Maurits. Loop het aan het strand. Dat is onmogelijk. Oh, ik durf er niet eens meer aan te komen. Onmogelijk. Nou, prima, geen probleem. Ze blijven een week langer. Ze hebben vakantie, maar ze blijven een week langer. Dus, ik blijf hier. Nou, maar dat kan niet. Ja, dat kan niet. Ja, dat kan niet. Ik ga met de prins overleggen. Enfin, ze kwam naar dan terug. Ze zegt, morgen om 3 uur kunt u foto's maken. En we hebben een schitterend reportage gemaakt. Marilène, Maurits, hand in hand, casual gekleed. Wandelen langs het strand met een geweldig mooie tropische cocktail. En waren binnen een kwartier was iedereen in het vliegtuig terug naar huis. En iedereen zat in hoorastemming. Voor veel royalty watchers was het optreden van Maurits en Marilène op Mauritius het bewijs dat ze later goede plaatsvervangers zouden kunnen zijn van koning Willem-Alexander en zijn toekomstige echtgenoten. Net zoals Pieter en Margriet dat nu van Beatrix zijn. Dat is zowel moeilijk als voor de hand liggend, denk ik. Want het toekomende staatshoofd heeft natuurlijk twee broers die dat zouden kunnen. Zoals Margriet dat deed voor haar zuster Beatrix. Alleen de twee broers lijken er niet voor te voelen. En ik zou me kunnen indenken dat Maurits en Marilène dat wel goed afgaat. Het gaat ze in ieder geval op dit moment gaan ze stralen door het leven. En lijken ze wel te genieten van de aandacht die ze hebben.
Zelf heeft het paar echter aangegeven geen behoefte te hebben aan een leven in de schijnwerpers. We hebben ook tijdens ons huwelijk al aangegeven dat we ons huidige leven voort blijven zetten. En dit is een uitzondering, denk ik, daarop. En ik zeg, nou, als je van een uitzondering mag praten, is het natuurlijk een hele leuke uitzondering. Dankjewel. Ja, tot ziens.